Een heerlijke lasagne maken uit één pot, dat kan. Dat is dus een gewone klassieke lasagne, lekkere vleessaus. De kaassaus gaan we een beetje gewoon makkelijk vervangen, maar vooral veel smaak, gemakkelijk gekentelde lasagnes. Zijde zachte velletjes, goede saus, kruidig. So feel good. Geen afwas, behalve die pot als hem op is natuurlijk. En hij geraakt op, want dat is heerlijk. We gaan one pot lasagne maken. Wat gaan we doen? Een beetje de klassieke groenten. Ik heb wortelen, ik ga look, shallotjes fijn snijden en die gaan we laten aanstoven. That's it. Ik zie dat er nog veel mensen kijken en niet geabonneerd zijn. Allee, allee, allee. Het is gratis. Je krijgt altijd... Ja, wat doe ik allemaal? Ik kook met gasten. Ik bak gelijk als die eclairtaart. Dat is ook in één pot. Dat is ook zo fantastisch. Dus abonneer u. Dat is gratis. En je krijgt keiveel inspiratie. Dat is toch tof, hè? En dan ben ik extra motivé om voor jullie nieuwe recepten uit te vinden. Ja, dat is gerief, hè. Ik krijg dikwijls de opmerking van oeh, dat is een schoonmesje. Dat staat in mijn webshop, hè. Just saying. Voilà, snijden gedaan. Dat is eigenlijk een beetje zo de enige effort dat je moet doen voor deze lasagne. Maar ik heb graag veel groenten in mijn gerechten. Dus voilà, mooi veel groentjes in de lasagne. Wil je dat niet? Je kunt er iets van tussen laten. Of misschien venkel is ook heel lekker. Of je kunt ook alles in de kutter pleuren. Hè. Dan moet je niet snijden. En dan gaat de paprika erbij. Voilà, en dan zijn we vertrokken. Vlees gaat erbij, wijn, tomaat voor die echt lekkere, rijke saus te maken. Ik heb graag een klein beetje pikant, dus cayennepoeder, een beetje zout, peper. Ga ik een klein beetje laten uitkoken. Dan gaat de passata erbij en de room. En dit is nu de basissaus, heerlijke basissaus, waar we de lasagnevellen gaan insteken. Want er is zo dikwijls de vraag, hoe bouw je je lasagne op? Deze keer mocht je alle regels vergeten. De witte saus, de room en de bolognese saus zit hier al in. We gaan die lasagnevellen daarin duwen. Mozzarella, kaas, that's it. Juist een beetje basilicum. Een beetje spinazie zou ook kunnen, hè? Lasagnevellen. Moet je die eerst voor gaan koken? Dat zijn verse lasagnevellen. Nee, die mogen zo gewoon erin. Ik ga die nu scheuren. Voilà, nog juist kaas, juist mozzarella op. En die mag de oven in. En ik hou van lasagnes. Ga maar eens kijken naar de andere recepten op mijn website. Vegetarische lasagnes met pompoen, met snijbiet. Echt van alles, hè. Dus ja, guilty lasagne lover over here. En kijk nu. Echt waar. Klaar om te genieten. Het volledige recept staat natuurlijk op sofiedumont.be. Bedankt om te kijken en tot een volgende keer voor een ander heerlijk, ongelooflijk receptje. Heb je issues met je lasagne? Is je saus te lopend of ik weet niet, als je iets voor hebt, zet het in de comments. Dan help ik u, hè.